allemaal. Na veel aanvragen over het hoe leer ik mijn paard vleermen, ben ik van plan vandaag een filmpje te gaan maken over hoe leer ik mijn paard vleermen. Met Flip en Silas is het allebei totaal anders gegaan. Silas heeft het aangeleerd vanuit een bepaalde geur en Flip heeft het eigenlijk aangeleerd vanuit het happen en flapperen met de lippen. Vandaag begin ik eerst met Silas. Vleermen is over het algemeen niet moeilijk om aan te leren. Je moet alleen het juiste knopje weten te vinden. Bij Flip heb ik het aangeleerd op de manier van het flapperen met de lippen. Elke keer als ik met mijn vinger naar Flip zijn lip toe ging, begon hij zo te flapperen. Nou, toen beloonde ik dat. Normaal gesproken zou je denken dat geflapperen, dat halve gebijt, dat beloon je toch niet? Maar langzamerhand, met duidelijke en correcte beloningen op het goede tijdstip, leerde hij vleermen. Vleer? Vleer? Goed zo, Flip. Sammy heeft het vleermen ook geleerd vanuit het flapperen met de lip. Vleer, Sam. Goed zo. Ik ging bij de draad zitten, ongeveer hier, krukje erbij. En elke keer met mijn vinger over zijn lip heen en ik zei vleer. Hij flapte natuurlijk omdat hij dacht, oh, ik heb wat lekkers. Zo ging ik door en zo ging ik door. En dit heeft wel wat langer geduurd, bijvoorbeeld 10 minuutjes, misschien wat langer. Maar hij hield zijn aandacht erbij, hij bleef goed meerder. Dus dat is voor mij een teken van, oké, dan kan ik dus gewoon verder gaan met dit vleeren. Uiteindelijk na een kwartier leerde hij op het commando vleeren zijn lip enkele kleine seconden omhoog te houden. Zo bouwde ik het uit en het uit en het uit, zodat hij het ook gewoon op commando vleem de hele tijd deed. Vleem? Silas heb ik het vleemen aangeleerd op een andere manier, namelijk op het laten ruiken aan van een bepaalde geur. In het begin vleemde hij van helemaal niks. Van helemaal niks kun je denken aan benzine, ja echt waar, appels, shampoo. Nog iets willen? Nee. Appels, van shampoo niet, hij vleemde niet van... gebruikte stro op. Hij vleemde eigenlijk van helemaal niks. Zodat ik op een gegeven moment een merriekeutel pakte, gewoon uit de bak. Ik dacht, ik pak hem gewoon en ik stopte hem in zijn neus en toen leerde hij dus vleem. Dus toen zei ik, vleem. Nou, goed zo. En dat herhaalde ik een paar keer. Telkens als ik die geur rookte, ging hij vleem. Dus ik de hele tijd vleem, Silas, vleem. Goed zo, ja, goed zo. En op dat moment leerde hij dus dat vleemen betekent dat ik mijn vinger zo deed. Ja, kijk. Goed zo, super. En dat ik vleem zei. Dus op een gegeven moment, ik begon dus met een bepaalde geur. Hij vleemde eigenlijk van niks, zoals velen van jullie ook hebben verteld op huis. Vleem. Deze twee manieren hebben er echt voor gezorgd dat mijn paarden hebben geleerd te vleemen. Silas vleemde vrijwel van geen één geur, zoals ik al vertelde. Niet van shampoo, geen appel in zijn bovenlip, bedenk dus een gek honing, appelmoes. Hij deed helemaal niks. Totdat ik hem echt een keutel gewoon hop in zijn neus drukte en toen leerde hij vleemen. Hé? Ja. Goed zo. Goed zo. Gebruik allerlei soorten geuren. Dat maakt helemaal niet uit. Van rotte bladeren, mest van de mesthoop. Je kunt het zo gek niet bedenken. Gewoon proberen of altijd ook de methode gebruiken die ik Flip heb aangeleerd. Dus ben je bang dat je paard het nooit gaat leren of dat hij nergens van zal gaan vleemen? Heb er gewoon vertrouwen in, oefen met allerlei soorten geurtjes, probeer het met zoveel mogelijk dingen en uiteindelijk lukt het wel. Dus blijf gewoon. Dus heb je nog vragen, stuur me dan even een berichtje op Hives of op Bob of op welke site je ook zit. En kijk even op www.everyoneweb.com/Eva Romaat. Bedankt voor het kijken. Wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan? Ja.